Goedemorgen allemaal. Namens de Kerkenraad heet ik u allen van harte welkom in deze dienst waarin wij het heiligavondmaal mogen vieren. Welkom aan iedereen hier in de kerk en iedereen die deze dienst beluistert en of meekijkt via de kerkomroep of YouTube. Vanmorgen is dominee Muis onze voorganger. De collectes van vandaag zijn de eerste voor de kerk. De tweede collecte is voor de diaconie. Deze is bestemd voor de noodhulp in Sudan. Hierover heeft u onder andere in Rondom het Woord kunnen lezen. En er staat dan ook vet gedrukt: uw hulp is nu heel hard nodig. Van harte aanbevolen. De derde collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. De inzameling is aan het einde van de dienst bij de uitgang. En natuurlijk kunt u zowel thuis als hier in de kerk digitaal of via bankoverboeking bijdragen. De bloemen vandaag gaan ter bemoediging en met een warme groet van de gemeente naar Henny Herman Keizer van de burgemeester Buitenweg 20 in Ruinewold. En zij verblijft momenteel in het Nijenpunt in Ruinen. Als aanvangslied zingen we nu Psalm 136, vers 1 en 11. Met aansluitend het Klein Gloria. Namens de Kerkenraad mag ik u allen een fijne en gezegende dienst toewensen. Wat een hoopvolle woorden zingt Psalm 136 als hij zegt dat Gods goedertierenheid zal bestaan tot in eeuwigheid. En het 11e vers zegt: zijn gunst blijft eeuwig. Hoopvolle woorden, en daarmee is de toon gezet ook voor een hoopvolle dienst. Hoopvolle woorden waarvan we hopen dat die bij de viering van het heiligavondmaal ook concreet gemaakt zullen worden. Maar in een moment van stilte bidden we nu eerst om een zegen over deze dienst voor uzelf.
En voor de mensen die naast u staan of zitten. En niet te vergeten ook vooral voor hen die thuis met ons verbonden zijn en zich ook met ons verbonden voelen. Amen. Gemeente, zo worden we in deze dienst dus aangesproken met hoopvolle woorden van Psalm 136, want onze hulp wordt ons gegeven in de naam van de Heer, die niet alleen de hemel en de aarde geschapen heeft, maar die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat Hij met zijn hand begon te doen. En in een kerkdienst mogen we ons altijd in Gods naam begroet weten, want genade zij u en vrede van God onze Vader door zijn Zoon, onze Heer, Jezus Christus, in deze bijzondere gemeenschap die uitgaat van de Heilige Geest. Amen. We zijn samengekomen om te zingen met Psalm 136, maar ook om te lezen en te luisteren en de woorden die we lezen te overdenken. Maar we willen ook bidden en daar wil ik graag nu eerst in voorgaan. Vader in de hemel, met Psalm 136 willen we u in deze dienst loven, want u bent goed en trouw in alles wat u doet, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Vader, we hopen daar in deze dienst weer extra van doordrongen te worden als we horen hoe Jezus voor de laatste keer brood en wijn deelde met zijn discipelen. En wij, net als zij, dat brood mogen nemen en eten en daarbij gedenken en geloven dat Jezus zichzelf als brood en ook als wijn of druivensap aan ons gegeven heeft. Als een volkomen verzoening van al onze zonden. Vader, ondanks de onvergelijkbaar grote verschillen tussen toen en nu, voelen wij in deze dienst toch ook iets van een naderend afscheid. En we danken u dat de viering van het heilig avondmaal daar ook bij mag plaatsvinden. Want Vader, we beseffen dat we in ons doen en laten bij al onze goede bedoelingen toch ook afhankelijk zijn en vooral afhankelijk zijn van uw genade. Zo bidden we om vergeving. Als er iets is gebeurd wat niet had moeten gebeuren. Als er iets is gezegd wat niet gezegd had moeten worden. Als er iets niet is gezegd terwijl er wel iets gezegd had moeten worden. Als er iets is gedaan wat niet gedaan had moeten worden. Als er iets niet is gedaan terwijl er wel iets gedaan had moeten worden. Vader, ook in de omgang tussen voorganger en gemeente is niets menselijks ons vreemd. En daarom bidden we u, o Heer, die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld en wijs ons bij brood en wijn de weg, de hoopvolle weg der zaligheid. En laat ons hart door u geleid met liefde zijn vervuld. Vader, wees met uw Heilige Geest in ons midden, ook als wij een gedeelte uit de Bijbel willen lezen en overdenken. Bemoedig ons daarin, in onze eenheid met en onze eenheid in Jezus Christus. Wees zo ook met de kinderen en de leiding van de nevendienst. Geef hen de woorden die ook
hen, onze kinderen, op het spoor zetten van die psalm 136 die ons uw trouw op het hart bindt. Wees met hen die thuis met ons verbonden zijn en zich ook geestelijk met ons verbonden weten. Vader, wees met heel uw kerk. Waar zij zich ook op aarde bevindt, in Jezus' naam. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, psalm 136, waar we de liturgie mee begonnen zijn, die telt in de onberijmde versie uit de Bijbel 26 verzen. Zoals u weet. Zoals u misschien wel weet. 26 verzen. En in ieder vers wordt in die psalm in de Bijbel herhaald wat we ook gezongen hebben, namelijk eeuwig duurt Gods trouw. Met andere woorden, God is trouw tot in eeuwigheid en hij laat niet varen de werken van zijn handen. God laat niet los wat hij met zijn hand begon te doen. En ook aan het begin van iedere kerkdienst worden die woorden van Psalm 136 ons dus meegegeven en op het hart gebonden. En het gevolg kan niet anders zijn dan dat we worden bemoedigd om in te stemmen met de lofzang die Psalm 136 natuurlijk ook is. Loof de Heer, want Hij is goed. Maar die lofzang, die wil ook vertaald worden in ons dagelijks doen en laten. We lezen straks, en Henny die zal dat straks denk ik met ons doen, een gedeelte uit 1 Korinthe 12. En dat gedeelte dat loopt uit, natuurlijk op 1 Korinthe 13, maar aan het slot van 1 Korinthe 12... daar lezen we dan: eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. En dan zegt Paulus: al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis. En had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik al mijn bezittingen om voedsel te geven aan de armen, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. En dat hoofdstuk dat eindigt met deze bekende woorden: dit is wat er uiteindelijk blijft. Geloof en hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Ik hoop dat we daar ook in de week die voor ons ligt nog eens bij na willen denken. We zingen nu, we gaan voor even uit elkaar. En onder het naspel gaan de kinderen naar de nevendienst. En we hebben het net even gehad over de kinderen, of die nou wel of niet terug zouden komen. Maar nu zat ik in één keer te bedenken, ging dat nou over de kinderen van de oppas of over de kinderen van de nevendienst? Oké. Nou goed, dus dat zullen we straks zien. Maar we zingen eerst even, we gaan voor even uit elkaar.
Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één geest doordrenkt. Tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En evenmin kan het hoofd tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Dankjewel, Henny. En zalig zijn zij die ook hier in het woord van God horen doorklinken en het bewaren en overleggen in hun hart. Halleluja. U bent het lichaam van Christus, zegt Paulus. En wat een indrukwekkende woorden zijn dat om die vanmorgen te mogen horen. Daar willen we na de overdenking ook over zingen met de woorden van lied 970. Vlammen zijn er vele, want één is het licht. En al die verzen, maar we zingen er 3, 1, 2 en 5. Maar al die 5 verzen die eindigen met de woorden, wij zijn één in Christus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat ik van de kerk altijd bijzonder en ook inspirerend en bijzonder inspirerend heb gevonden, dat is dat we zijn naar wie we heten. We zijn naar wie we heten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat zijn we, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat was ook iedere keer het begin, de aanhef van iedere preek, iedere verkondiging, iedere overdenking, iedere keer dat ik aan het woord mocht komen, iedere keer dat ik aan het woord van God mocht komen. Iedere keer heb ik ons, ook mezelf, iedere keer heb ik ons bewust zo aangesproken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Met andere woorden, we zijn van Hem. Hij heeft ons in het leven geroepen. Hem behoren we toe. Zonder Hem zouden we niet bestaan. We zijn gemeente van onze Heer Jezus Christus. En Paulus geeft aan dat bijzondere besef dus een diepe invulling als hij zegt dat we als gemeente van onze Heer Jezus Christus het lichaam van Christus zijn.
En Paulus benadrukt daarmee in de eerste plaats onze verbondenheid met Jezus Christus en in de tweede plaats ook onze verbondenheid met elkaar. Hij gebruikt daarvoor misschien wel het meest krachtige beeld dat hij kan bedenken. De gemeente van Jezus Christus is het lichaam van Jezus Christus. En de essentie van die vergelijking is dat een lichaam een onlosmakelijke eenheid is. In een lichaam, we hebben het gehoord, Henny heeft het met ons gelezen, in een lichaam werkt alles met elkaar samen. En geen enkel lichaamsdeel kan tegen een ander lichaamsdeel zeggen dat de onderlinge verbondenheid er niet toe doet. Alleen samen zijn we als kerk een levende gemeente. Alleen samen zijn we gezond en sterk genoeg om die bijzondere naam te mogen dragen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We zijn ziek als de verbondenheid en de samenhang en de samenwerking verdwijnt. Ontbinding, dus het als los zand aan elkaar hangen, ontbinding is een teken van de dood. En een hechte en een sterke onderlinge verbondenheid is een teken van leven. Paulus zegt, wij zijn het levende, hij zegt het na Pasen, het levende lichaam van Christus. Zo zijn wij één met Christus. Zo zijn wij ook één in Christus. In een hechte, sterke verbondenheid, in een hecht en sterk verbond. En ik kan me voorstellen dat Jezus er zeer aan hechtte om die onderlinge verbondenheid en die eenheid aan het eind van zijn rondgang te benadrukken. Jezus beseft dat het moment nadert waarop zij niet meer bij elkaar zullen zijn. Hij wil benadrukken hoe hij die omgang met elkaar heeft beleefd als een eenheid. Zo heeft hij, zo hebben zij samen het evangelie beleefd en geleefd. Samen hebben zij zich ingeleefd in de belofte van het koninkrijk van God dat komen zal. Samen hebben zij een aantal jaren hecht met elkaar opgetrokken om samen getuigen te zijn van het evangelie dat God altijd nabij is. Met genade en vrede. God is geen verre vreemde, geen grote onbekende. God is nabij, God is aanwezig. Ook al ben je bijvoorbeeld in een gesprek maar met twee of drie, ook dan is God in het midden, met genade en vrede. En ik ben dankbaar dat ik die eenheid in Christus en die eenheid met Christus in ons midden letterlijk en geestelijk mee heb mogen maken. Natuurlijk met vallen en opstaan. Met momenten van teleurstelling en verwarring, maar ook altijd weer bemoedigd. Als we ons op zondagochtend in Gods naam begroet mochten weten met genade en vrede. In deze bijzondere eenheid die uitgaat van de Heilige Geest, hebben we lief en leed gedeeld. En vreugde en verdriet. En momenten van bemoediging en momenten van teleurstelling. Maar altijd in het besef van de saamhorigheid en de eenheid van het lichaam van Christus. Ik weet nog goed dat de beroepingscommissie 12 jaar geleden mij de vraag stelde hoe ik omga met verschillen in de gemeente. Als het over de eenheid gaat, hoe ga je dan om met verschillende vormen van geloofsbeleving? Die er ook in ons midden zijn. Hoe denk ik de eenheid te kunnen bewaren? 12 jaar geleden. En wat ik toen geantwoord heb, dat is voor mij nog steeds van groot belang. Namelijk dat we elkaar gegeven en geschonken zijn.
Die onderlinge verbondenheid en die eenheid van het lichaam van Christus is in de eerste plaats een geschenk. Zo hebben we dat aan het begin van deze dienst, nog voor het welkom door Anneke, ook gezongen. Tafel van één, 276, het derde vers. We hebben maar één vers gezongen voor de dienst. Het was een beetje kort, maar wel inhoudelijk. Tafel van één, brood om te weten, hebben we gezongen, dat we elkaar gegeven zijn. Prachtig lied van Huub Oosterhuis. En het is dus in de eerste plaats een geschenk om deel uit te mogen maken van het lichaam van Christus. Het is ons gegeven, zo zijn we elkaar gegeven. Maar het is in de tweede plaats natuurlijk ook een opdracht. Zoals in het evangelie, de handen van Jezus zich openen om te geven en te zegenen, zo zijn wij. De handen van het lichaam van Christus. En zoals de voeten van Jezus op weg waren om anderen tegemoet te komen, zo zijn wij. De voeten van het lichaam van Christus. En zoals de ogen van Jezus hem zicht gaven op mensen in nood, zo zijn wij. De ogen van het lichaam van Christus. En zoals de oren van Jezus hem lieten luisteren naar de vragen van mensen, zo zijn wij, de oren van het lichaam van Christus. Het is in de eerste plaats een geschenk, een voorrecht om samen het lichaam van Christus te mogen zijn, maar het is natuurlijk in de tweede plaats ook een opdracht. En soms denk je, waar halen we de kracht vandaan om te doen wat er in Jezus' naam gedaan wil worden. Nou, een levend lichaam waar veel van wordt gevraagd, een levend lichaam moet natuurlijk goed gevoed worden. En wij worden gevoed met brood en wijn en druivensap om het lichaam van Christus te kunnen zijn. Bij het brood zegt Jezus, dit is mijn lichaam. Met andere woorden, hij geeft zichzelf aan ons, zodat wij hem in ons op kunnen nemen. Jezus zegt, neem en eet. Neem het evangelie in je op en kauw erop als het soms taai is. Soms is het taaie kost, het evangelie. Maar leg het niet naast je neer als je soms denkt dat het onverteerbaar is. Leg het niet naast je neer, maar voed jezelf ermee. Bij de beker met wijn zegt Jezus, dit is mijn bloed, het bloed dat het lichaam doorstroomt en doorbloedt, zodat ieder lichaamsdeel een levend onderdeel is van het lichaam van Christus. Door brood en wijn en druivensap wordt Jezus Christus één met ons en wij worden één met hem. Een periode van 2000 jaar wordt vanmorgen overbrugd alsof het niets is. De woorden die Jezus tot zijn discipelen sprak bij de viering van het laatste avondmaal destijds in een bovenzaal in Jeruzalem, die woorden worden vanmorgen door Jezus Christus ook tot ons uitgesproken. We krijgen brood zoals de discipelen destijds brood van Jezus kregen. We krijgen wijn, druivensap zoals de discipelen destijds van Jezus kregen. We maken deel uit van die kring van volgelingen die als een eenheid sterk met hem verbonden was en is. Bij uitstek, bij de viering van het heilige avondmaal, beseffen we dus dat we één in Christus en één met Christus zijn. Eén in Christus en één met Christus. Dat betekent onder andere dat we niet meer onze eigen gang gaan. Want Christus zal over ons heersen. Eén in Christus en één met Christus. Dat betekent dat we niet doen wat goed is in eigen ogen, maar dat we doen wat Christus van ons vraagt. Eén in Christus en één met Christus.
Dat betekent dat we zo ook door God gekend worden als onlosmakelijk verbonden met Jezus Christus. Iedere keer als ook wij door God geroepen worden, zoals Adam in Genesis 3. Mens, waar ben je? Zei God, hè, riep God in het paradijs. Mens, waar ben je? Waarom verstop je je voor mij? Waarom neem je afstand van mij? Iedere keer als wij zo door God geroepen worden, treedt Christus in onze plaats en hij zegt, neem mijn leven, Heer. En laat het toegewijd zijn tot uw eer. Maar ook omgekeerd, als Jezus bidt, uw wil geschieden, dan zullen wij samen in de naam van Jezus doen wat er gevraagd wordt. En God liefhebben bovenal en onze naaste als onszelf. Want geloof en hoop en liefde zijn belangrijk, maar uiteindelijk blijft alleen de liefde. Eén in Christus, één met Christus. Dat betekent dat zoals Jezus, de Zoon van God genoemd wordt, wij in hem mogen weten dat ook wij dochters en zonen van God mogen zijn, kinderen van één Vader. Eén in Christus, één met Christus. Dat betekent dat zoals Jezus God aansprak, wij God ook aan mogen spreken als onze Vader die in de hemelen zijt. Eén in Christus, één met Christus. Dat betekent dat als Jezus ons de ogen opent voor wie God is, dat wij zo ook anderen de ogen mogen openen voor wie God is. Eén in Christus en één met Christus. Dat betekent dat onze vragen zijn vragen zijn. En dat zijn vragen onze vragen zijn. Want mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Eén in Christus. En één met Christus. Dat betekent dat ons lijden zijn lijden is en zijn lijden is ons lijden. Zo bidden wij met Christus of de beker van het lijden aan ons voorbij kan gaan. Maar niet onze wil, maar uw wil geschieden, één in Christus. En één met Christus. Dat betekent dat onze dood zijn dood is. Want Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, één in Christus en één met Christus. Maar dat betekent dat zijn opstanding ook onze opstanding zal zijn, want heden zult gij met mij in het paradijs zijn, één in Christus en één met Christus. Dat betekent dat ons lied zijn lied is en zijn lied ons lied. Dus loof de Heer, want hij is goed. Trouw in alles wat hij doet. Eén in Christus. En één met Christus. Dat betekent dat we zijn naar wie we heten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen.
Dus de kinderen van de nevendienst en van de oppas, de crèche, die zullen aan het eind van de dienst weer terugkomen om in ons midden te zijn. Als er gasten in ons midden zijn, dan hoop ik dat zij zich ook van harte uitgenodigd weten om met ons brood en wijn, druivensap te delen. Ik hoop dat iedereen bij het binnenkomen van de kerk een bekertje met een stukje brood en een bekertje met een slokje wijn of druivensap heeft gekregen. Als dat niet zo is, dan kan dat misschien nog wel ergens, maar ik neem dat iedereen dat gekregen heeft. Ik wil ook mijn mede-ambtsdragers, ik weet niet precies wie, Anneke en Jan, uitnodigen om bij mij plaats te nemen achter de tafel bij het bij de communie, om het maar eens zo te zeggen. Het klinkt als een Rooms-Katholiek woord, maar het betekent gewoon de eenheid met Christus en in Christus delen. Wordt er niet gezongen, maar luisteren we graag naar een kort moment van orgelspel bij brood en daarna ook bij wijn. Nadat Albert Jacob zelf ook de gelegenheid heeft gehad om brood en wijn met ons te delen. In het liedboek, of in het dienstboek, lezen we bij de viering van het avondmaal deze woorden. In het heilig avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Wij vieren en gedenken hoe Hij geleefd heeft ten bate van anderen zonder voorbehoud ten einde toe. Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld, tot de dood aan een kruis. Voor ons is Hij gestorven en begraven, op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft Hij gebracht, verzoening voor allen die gebukt gaan onder het juk van zonde en dood. Vele malen heeft onze Heer Jezus Christus gegeten en gedronken met tollenaars en zondaars, met al wie zijn leven wilde delen en ook met zijn vrienden. Zoals in die laatste nacht, toen Hij een teken heeft gesteld van zijn eindeloze liefde en trouw en zichzelf gegeven heeft als brood voor de wereld. Aan hen die Hem zo lief waren en ook aan ons heeft Hij de opdracht gegeven om te doen wat Hij gedaan heeft, brood en wijn te delen tot zijn gedachtenis. En zo nodigt Hij ons hier en nu aan zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel het volk van God. Want van oost en west, van noord en zuid zullen de volkeren der aarde komen en aanzitten in het koninkrijk van God. Laat ons dan delen in deze viering die de Heer voor ons bereidt, opdat het brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt. Want in de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam Hij een brood en sprak de dankzegging uit en brak het en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. En evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En Hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat Hij komt. Ik wil graag met u bidden en u vragen of u niet hardop mee wilt bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Vader, wij bidden u, geef ons heden het brood en de wijn waar we steeds weer afhankelijk van zijn. Het lichaam van Christus.
En vergeef ons daarin onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want niet van de boze, het kwade, het kwaad, maar van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Misschien dat het goed is om nu het dekseltje van het bekertje met brood af te halen. Gemeente, het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat het lichaam van Christus gegeven is als een volkomen verzoening van al onze zonden. En met de nodige voorzichtigheid halen we ook het dekseltje van het bekertje waar wijn of druivensap in zit. Gemeente, de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus gegeven en vergoten is als een volkomen verzoening van al onze zonden.
zoals Jezus en zijn discipelen 2000 jaar geleden in die bovenzaal in Jeruzalem bij de maaltijd, na de maaltijd ongetwijfeld ook gezongen hebben, zo willen wij ook instemmen met de woorden van Psalm 103, die zegt: liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig, groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden, vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. We zingen van dezezelfde psalm ook het 5e vers uit de berijming. Een prachtige psalm waar we ook in gezongen hebben: wij zijn van hem, hè? Want wij zijn van hem. God onze Vader, want wij zijn van hem. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat bezittelijk voornaamwoord van is belangrijk. Ik heb het ook altijd gewaardeerd als ik zo werd aangekondigd. Voorganger vanmorgen is onze eigen, werd er dan gezegd. Wordt er dan gezegd, onze eigen dominee Jan Muis. Goed, we gaan danken en bidden. Wim, wil jij daarmee instemmen? Mooi. Als jij nou hierachter plaatsneemt, dan ga ik hier staan. Fijn om dat samen te kunnen doen, dat is een goede traditie. Ja, dat is heel mooi, ja, vanuit absoluut. De diaconie ook participeren in de voorbeden. Laten we danken en bidden. Vader in de hemel, we danken u dat we mogen zijn
naar wie we heten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. En in hem komt u ons altijd weer tegemoet met genade en vrede. In hem zoeken wij uw aangezicht als vragen ons plagen, als gemis en pijn ons verdrietig laten zijn, en zelfs als we zijn als de dood, dan roept Jezus Christus ons tot leven, het leven met u. Vader, we danken u dat we mogen zijn naar wie we heten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat we in hem en met hem één mogen zijn. Eén met hem door brood en wijn in ons op te nemen, zo worden we één met zijn lichaam dat geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gestorven en begraven. Zo is hij de weg gegaan die wij allemaal zullen moeten gaan, tot in de dood. Maar in zijn opstanding mogen wij ook delen in het nieuwe leven, waarin voor de dood geen plaats meer is en zal zijn. Vader, geef dat we in dat besef als gemeente ook één in Christus mogen zijn. Bemoedig ons in het besef dat we elkaar gegeven zijn aan de tafel van één. Ondanks al onze onderlinge verschillen, mogen we één zijn, eensgezind, één in liefde, één in streven, één van geest. Vader, we danken u dat we mogen zijn naar wie we heten, gemeente van onze Heer Jezus Christus. En nu we brood en wijn en druivensap hebben mogen delen, danken we u ook voor nooddruft en voor overvloed. Want waar menig mens eet het brood der smarten, hebt gij ons mild en wel gevoed. Maar geef dat onze zielen niet aan dit vergankelijk leven kleven, maar alles doen wat gij gebiedt en eenmaal eeuwig bij u leven. Vader, wij bidden u om rust en vrede, als de eenheid tussen mensen soms ver te zoeken is, als de eenheid in een relatie onder spanning staat, als de eenheid in een huwelijk dreigt stuk te lopen, bidden wij om rust en vrede. Als de eenheid in ons eigen lichaam onder spanning staat, door ziekte of gebrek of uitval, als de eenheid van ons lichaam en onze geest dreigt stuk te lopen door verwarring of dementie, bidden wij om rust en vrede. Als de eenheid in onze samenleving onder spanning staat door de groeiende kloof tussen arm en rijk, en er steeds meer mensen zijn die een beroep moeten doen op de voedselbank, als de eenheid tussen boeren en burgers en de overheid onder grote spanning staat, als het lastig is om rekening met elkaar te houden, als het moeilijk is om elkaar de nodige ruimte te geven. Als de eenheid tussen mens en medemens dreigt stuk te lopen, als we onszelf niet meer herkennen in een ander die er een veilig heenkomen zoekt, als een ander tot ongewenste vreemdeling wordt verklaard, bidden wij om rust en vrede. Als de eenheid tussen natuur en cultuur onder spanning staat, als de eenheid tussen milieu en bedrijvigheid dreigt stuk te lopen, bidden wij om rust en vrede. Als de eenheid tussen buurlanden onder spanning staat en de eenheid tussen inwoners in één regio dreigt stuk te lopen, bidden wij om rust en vrede. Zo bidden wij ook voor de mensen in Soedan en voor de mensen die uit Soedan weggevlucht.
En we denken ook aan de mensen in Syrië. En voor de mensen die uit Syrië zijn weggevlucht. Maar we denken ook aan de mensen in Oekraïne die zo lijden moeten onder het oorlogsgeweld. En ook de mensen die daar weggevlucht zijn. Geef vrede, Heer, geef vrede. De wereld wacht al zo lang. Er wordt zoveel geleden. Veel mensen zijn zo bang. Geef vrede, Heer, geef vrede. Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven, bevrijd van angst en pijn. De mensen blijdschap geven, een vredeslicht te zijn, in Jezus' naam, naar wie wij heten, uit genade alleen. Amen. Dankjewel. Er is gelegenheid voor aandacht voor de collecte. Zoals Anneke al heeft aangekondigd, eerste collecte voor de kerk. Tweede collecte is een diaconale collecte voor noodhulp in en aan Soedan. Aan de mensen in Soedan. MEDER is een christelijke noodhulporganisatie, lezen we. We zijn aanwezig in Soedan en starten een grote hulpactie. En daar willen we graag aan bijdragen. Want hulp is hard nodig. Niet alleen met collectemunten en geld, et cetera. Maar Wim en ik hadden het voor de dienst ook over, hè, of gisteren was het, dat het ook heel hard nodig is om voor de wereld te bidden, zoals we dat net ook samen gedaan hebben. Na deze aandacht voor de collecte, als de kinderen weer in ons midden zijn, zingen we uit dezelfde psalm als waar we de liturgie ook mee begonnen zijn. Psalm 136 en dan het 12e en het 13e vers en daarmee is de liturgie als het ware weer rond. En dat is prettig.
Fijn om zo met elkaar kerk te kunnen zijn. U begrijpt dat het moment nadert waarop onze wegen zullen scheiden, maar ook dit moment waarop we brood en wijn, druivensap hebben kunnen delen, vond ik heel belangrijk. Hoe dan ook, we mogen van hier gaan ons gedragen wetend door de zegen van God om in de week die voor ons ligt ook tot zegen te zijn. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u, jou, mij, ons. Hij geve ons zijn vrede. We wensen elkaar graag een goede zondag toe.